bij Starbucks. Ik heb zojuist een koffie weten te bemachtigen, want het is een stervensdruk. Even een update over de bagage. Ik weet trouwens niet of die echt werkelijk iemand interesseert, maar dat kan me niet schelen. We moeten toch met iemand over praten, zegt mijn psycholoog. Nou, gisteren is mijn bagage gevonden. Die is naar mijn appartement gebracht, maar niet bezorgd. Nee, want zei de juffrouw aan de telefoon, 1, ik heb geen deurbel. Die heb ik wel, maar dat, zij vinden van niet. 2, mijn naam staat niet op de deur en het moet echt een naambordje zijn. 3, er was geen doorman. En 4, ik heb geen lokaal nummer. Dus ik vroeg, hoe lossen we dat dan op? Nou, daar ben ik intussen achter. Ik dien en een naambordje te laten maken op mijn deur. Ik moet sowieso een lokaal nummer hebben, want anders doen ze het niet. En ik moet die deur wel laten repareren. Nou, daar ga ik natuurlijk allemaal niet aan beginnen, want straks moet ik ook nog een doorman inhuren om mijn bagage terug te krijgen. Dus ik heb besloten om zo naar Newark te rijden met een taxi. Toen zei die juffrouw, toen ik dat zei, van komt u dan helemaal naar Newark? Ja, ik kom helemaal naar Newark. En sterker nog, juffrouw, dat gaat u betalen. Nou, daar waren ze niet van plan, maar daar hebben we nog wel een robbertje over. Het is nu 's ochtends vroeg. En ik heb afgesproken dat ik zo rond een uur of 11 daar ben. Dan is mijn koffer klaarblijkelijk daar ook. God mag weten waar, want het is een doolhof daar. Dus dat verslag doe ik straks. Het regent in New York. Het zal eens niet als ik hier ben. En binnen is echt de koffie. Het is echt gratis vandaag. Ik heb zelden zoveel mensen koffie zien drinken. Goed, ik zit in de taxi naar Newark International Airport. Yes, because my luggage was lost, plane. Okay. Lost and it's found already, so I have to go to the airport to collect it. I understand. And it's at the office of Delta. So I think I have to go to arrivals. Yeah, I know. We zijn gearriveerd op Newark. En ik ik ga maar eens naar binnen om te kijken of ik Delta kan vinden. Zal je altijd zien, echt geen idee. Van, zou hier nou gewoon zo'n band liggen? Hey. Tja, ik moet gewoon mijn tas. Dat vind ik nou een goed bordje. Ja. Daar staat hij. Dit is hem. Hi. That's my suitcase. That's a good thing. We like when you reunite with us. Yeah. From Norway? No, it's in the Netherlands. Oh, the Netherlands. No, this is not mine. This is not mine, but the lower one is mine. Excellent, okay. Oh, you're making me so happy. Okay, that's wonderful. Okay, let's see. Yeah, great. Thank goodness. My name is Van den Heuvel. Yes. Okay, Mr. Van den Heuvel, you're all set. Thank you. Do I have to sign for something? No, do you have any ID? Yes, I've got one. Wait, sorry. Okay. Looks like a nice camera. Yeah.
letting the folks back home know what I'm doing. It looks just like a lens. Have seen it? Okay. Thank you very much. All right. Have a good stay. Jongens, ik heb hem terug. Dus het is geweldig. So, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you're welcome. You. Enjoy. Nou, jongens, we gaan er vandoor met de koffer. Met de koffer. Met de koffer. Met de koffer. Ja, het is... Hij is er echt. Nou, daar staat hij dan. In mijn appartement. De koffer. Ik wist niet dat je zo ontroerd kan raken van het terugkrijgen van je schone onderbroek. Ja, maar dat is dus zo. Het is werkelijk een moment van grote, intense vreugde. Ook dat ik weer mijn sokken terug heb, mijn eigen sokken. Dat zijn toch dingen, ja, daar ga je aan hechten. En dat die sokken dan, die zijn misschien wel in Tokio geweest of in Rome, wie zal het zeggen. Want daar kom ik niet achter als ik naar de labels kijk. Maar ik heb hem terug. All's well, that ends well, had Shakespeare al gezegd. Had hij ook van een tegeltje. Dit avontuur is ten einde. Maar ik ben nog een tijdje in New York, dus ik hou jullie op de hoogte. Zo gelukkig.